Een terrein van 30.000 vierkante meter, met daarop een bedrijfspand van 12.000 vierkante meter, waarin een magazijn van 8.000 vierkante meter vloeroppervlak en 2.000 vierkante meter overslagruimte voor de laaddocks, een garagewerkplaats, twee wasplaatsen en een pand voor Bart's bandenservice. De nieuwe locatie van Van der Heide Transport en Logistiek uit Hapert, samengegaan met de Daris Expeditie uit Bergijk, is goed aan de maat. Nou, dan komen we hier het crossdock gedeelte in. Hier worden iedere dag een 70-80 ritten komen hier binnen. En worden hier gelost en weer geladen en op route gezet voor de dag erop uit te leveren in heel de Benelux en Duitsland. Dus we hebben hier totaal een 20-tal docks. Dus samen met Daris en Van der Heide. Goed, we zijn allebei in één locatie gaan zitten om de krachten te bundelen en meer samen te doen en om de kosten verder te drukken. We werken hiermee een smalle gangentruc. De heftruckchauffeur die gaat zelf met de heftruck omhoog. In totaal is het 12 meter hoog. We kunnen zes pijlers boven elkaar stapelen. Van der Heide is een echt familiebedrijf, overgegaan van vader op zoons op kleinzoon en kleindochter. Iedereen is trots op de nieuwe locatie, maar het is nog wel even wennen. Nou, mijn vader is 74 en die vindt het prachtig dat we deze stap gezet hebben. Alleen ja, we waren meestal al toch wel heel emotioneel. Mijn vader heeft denk ik dik 60 jaar naar de oude locatie gegaan. En goed, als je dan van de een op de andere dag naar hier gaat, ja, dat is dan toch wel een raar gevoel als je op de oude locatie terugkomt. Ik werk zelf ook dik 30 jaar bij Van der Heide Transport aan. En ik woonde zelf op het terrein. Dus ik moest maar eens morgens hier naartoe en ik had nog eens geen broodtrommel. Dus we moesten eerst nog een broodtrommel kopen. Dus wat dat betreft zijn er allemaal dingen. Ja, dat is allemaal wel wennen. Maar goed, iets nieuws, dat wint gauw. En we zijn er ontzettend trots op.